Hey, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is bijna Vaderdag, dus ik dacht ik ga jullie nog wat inspireren op leuke Vaderdag cadeautjes. Dus zoals ik net zei, ga ik jullie deze week weer wat leuke ideetjes geven om je vader cadeau te doen op Vaderdag. Of op zijn verjaardag, of misschien gewoon omdat je zin hebt om hem iets te geven. Omdat je hem ergens voor wil bedanken. Vee komt even hallo zeggen. Hoi. En ik heb van alles rondgevraagd. Meerdere mensen gevraagd wat zij graag hun vader geven. Ook enkele vaders gevraagd wat zij graag krijgen. En het is weer heel uiteenlopend. Elke vader is natuurlijk anders. En ook deze keer heb ik weer een hele grote verscheidenheid aan prijs van cadeau. Zo kun je weer vanaf 0 euro naar een heel dure prijs gaan. Het komt soms een beetje overeen met moederdag cadeau. Maar sommige dingen zijn ook echt weer speciaal voor de vaders. Voordat we beginnen nog één ding. Vergeet niet even te kijken of je al bent geabonneerd op mijn kanaal. Een ontzettend groot aantal mensen zijn niet geabonneerd op mijn kanaal. En het zou mij ontzettend veel plezier doen om die abonnees omhoog te zien gaan. We zijn bijna bij de 70. En mijn doel van dit jaar is 100. Dus het zou heel gaaf zijn als we deze halen. Mijn eerste cadeau idee is in kledingstijl. Een vader kan ook heel veel met kleding. Ook al zou je eerder voor je moeder een tas kopen of een hele leuk t-shirt of een jurk. Wat dan ook. Kan mijn vader ook onwijs blij zijn met kledingstukken. Zo is altijd een hele standaard cadeau sokken en onderbroeken. Die hebben ze altijd wel nodig. Maar ik zou dat dan eerder doen met dan nog iets anders erbij. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Verder kun je ook leuk een das cadeau geven. Of kun je je vader meenemen naar een leuke winkel waarin hij iets mag uitkiezen. En dat je het gewoon voor hem betaalt. Heel simpel. Of je geeft hem natuurlijk een tegoedbon of een cadeaubon van zijn favoriete kledingwinkel. Het is eigenlijk een cadeau wat altijd een beetje met moeders geassocieerd wordt. Maar ook vaders zijn hier ontzettend blij mee. En ook zij willen gewoon er goed uitzien. En eventjes een keertje iets leuks voor zichzelf kunnen kopen met niet hun eigen geld. Een tweede is voor alle 18-plussers. Als je jonger bent kun je dit helaas niet doen, maar dat is alcohol. Mijn vader is altijd een ontzettend fan geweest van verschillende dranken. Hij zelf is altijd een ontzettend grote fan voor het krijgen van een bepaald soort drank dat hij nog niet heeft geprobeerd. Mijn vader is zeker geen alcoholist. Maar een speciaal biertje wordt altijd heel erg op prijs gesteld door de meeste vaders. Maar ook een speciale wijn, een speciale... ik zit echt niet in de alcoholwereld. Een speciale jenever of wat dan ook. Ik weet dat ze in Canada wel speciale biertjes en speciale andere soorten dranken hebben. En mijn papa heeft die nog niet geprobeerd. Dus misschien is dat wel voor mijn vader een heel leuk idee om te geven. Verder zijn er altijd nog heel veel andere leuke ideeën van op drank. Maar probeer het altijd een beetje speciaal. En dus niet gewoon naar de Jupiler te gaan. Maar ja, toch een speciaal biertje of een andere drank te pakken. Super leuk. Ook weer wat aangepast. En als je dan misschien naar de woonplek kijkt. Of naar een plek waar ze naartoe zijn geweest. Waar je een speciale memory hebben. Of dan iets van een plek waar hij nog heel graag naartoe wilt. Is het nog specialer om zoiets te krijgen. Dan voor de hobbyvaders, de echte vaders die ontzettend veel houden van klussen. We hebben vast nog wel een of andere tool voor in het huis die ze nog graag een extra van willen of die mist in hun gereedschapkoffer. En dat is nou echt iets wat ze heel graag willen hebben. Dus ga eens lekker op gesprek met hen en kijk eens van hé, en waarvoor is dit en waarvoor is dit? Oh, en wat mis jij dan eigenlijk nog? En zo weet je heel snel wat jouw vader mist in zijn werkdoos. Is jouw vader een schilder? Of een fotograaf, dan kun je ook op die manier kijken wat zij leuk vinden. Mijn vader houdt ontzettend veel van fotograferen. Dus ik zou misschien heel veel plezier kunnen doen met een lens. Een ander soort lens. Of als ik iets goedkoper wil gaan, een filter. Of een nieuwe kaart voor in de camera. Of gewoon iets heel leuks wat fotografie gerelateerd is. Is jouw vader schilder? Misschien wil die nieuwe schilderbrushes of misschien wil die een bepaald boek om inspiratie op te doen of een bepaald boek om meer technieken te leren.
Zo kun je echt weer heel veel denken naar welke hobby jouw vader heeft. En net zoals de moeder is de vader ook ontzettend blij met een geurtje. Dus ik rumoer eens eventjes door. Rumoer. Kijk eens even door zijn kast om te zien wat voor geurtjes en... Ja, eigenlijk geurtjes en aftershave gebruikt. En ik ga eens kijken of jij iets vindt wat in diezelfde trend zit. Wat hij zeker lekker gaat vinden. Of wil je hem aan iets nieuws proberen? Probeer dat dan ook zeker. Ici Paris is dus ook voor de mannen de plek to be. Dan is de zomer weer begonnen. En welke vader staat niet graag achter de barbecue lekker te barbecue knoeien, zoals wij dat hier zeggen. Elke vader doet dat precies heel graag. Ook die van mij. Dus misschien kun je iets kopen voor hem. Zoals een schort of een schort met een grapje er dan op. Hè, van barbecue vader of zo. Of nieuw gereedschap voor de barbecue. Of... wat dan ook, waardoor je vader weer helemaal het seizoen in kan duiken en helemaal gelukkig weer kan zijn achter de barbecue. Dan ook weer nog een paar standaarden die ik altijd een heel goed idee vind, maar zowel voor vader als moeder kunnen zijn. En dan is foto's. Ook hierbij kun je echt van 0 tot heel ver gaan. Je kunt een fotocollage samenstellen op je computer en dat kan dan heel goedkoop. Er zijn genoeg gratis apps op je gsm of computer om een fotoreportage te maken. Je kunt er een video van maken, je kunt er een presentatie van maken. Je kunt van alles eigenlijk mee doen met allemaal herinneringen en foto's aan jullie twee. En dat kan ontzettend op prijs gesteld worden. En daar hoef je eigenlijk helemaal niks voor te spenderen. Dat kan natuurlijk ook nog steeds als je er iets aan wil spenderen. Maar dat is dus wel een heel makkelijke en prachtige oplossing als een cadeau. En dan als laatste heb ik echt wel iets voor de we gaan erop uit of actieve vaders. Je kunt je vader meenemen op een dagtripje. Dus hier naar een nieuwe plek gaan bezoeken. Of een stukje gaan wandelen samen in de natuur. Een bootje gaan varen. Wij gaan af en toe in Dribbelen varen en in Biesbos varen. En dat is altijd super leuk. En daar kan mijn vader ook ontzettend van genieten. Of je neemt hem mee op een leuke roadtrip in de auto. Sommige vaders zouden er ontzettend veel van in de auto rijden. En dan kun je kijken of je misschien eens off-road kan vinden wat mag. Of gewoon samen een stuk rijden. En je kunt ook een dagje naar een museum gaan. Of als je ze graag een museumpas wil aanbieden. Dan kun je natuurlijk ook altijd een museumpas cadeau doen. Dit is trouwens niet gesponsord. Ik weet het. Ik ben gewoon zelf van museumpas, dus ik geef het graag mee. Je kunt ook verder gaan door een citytrip te plannen, een kleine vakantie van 1 of 2 dagen. En samen gezellig een nieuwe plek te bezoeken. Of je hebt een hele actieve vader en je wilt hem cadeau doen. En je wilt hem een actiever iets cadeau doen, zoals paintballen, lasergamen, bowlen. Karten, echt, je kunt van alles bedenken. Gewoon lekker met z'n tweeën erop uit. Veel vaders vinden dat ook ontzettend leuk. Dus misschien is jouw vader wel de persoon die dat super graag wil gaan doen. Is dan een superleuk vaderdagscadeau of verjaardagscadeau voor jouw vader. Dit waren mijn ideeën voor vaderdag / je vaders verjaardag. Hangt er vanaf waarvoor jij het wil gebruiken. Ik hoop dat jullie er veel aan hebben en dat jullie misschien inspiratie hebben gekregen. En dat jullie nu je vader een geweldig vaderdag cadeau of verjaardagscadeau gaan kunnen geven. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe video. Tot dan! Je kunt natuurlijk, als je het echt nog steeds niet weet wat je vader wilt hebben, altijd ook gewoon even vragen. Hey, heb jij een verlanglijstje? Werkt ook goed.